Ik ben René van Lange, heb duiven met mijn broer. Veel een combinatie met de gebroeders van Lange. Dit is ons duivenhok. Hier rechts zitten de kwekers. We hebben jonge duiven. Daar zitten de duivinnen. Ze zitten ook zomerdag, hele dag in de ren. Kunnen niet in het hok. En daarnaast zitten de wedenaars. We spelen ongeveer met 60, 65 duiven. Totaal weduwschap. En van een goede duivin zal de doffer een keertje thuis blijven. Maar in principe gaat alles mee. Sinds 1990 doe ik samen de duiven met René. Dus bijna nu al 30 jaar. We spelen het hele seizoen dubbel weduwschap. Dat houdt in dat we dus ongeveer 60, 65 duiven meedoen op de vlucht. We beginnen op de Vitesse en in principe elke week, en vooral de eerste 5, 6 weken, gaat elke duif gaat mee. Tot op een gegeven moment, als een duivin best goed presteert, dan kan zijn dat de dof een keer thuis blijft. Maar voor de rest gaat gewoon elke duif in en elke dof gaat mee de vlucht op. We beginnen met de Vitesse en dan de Midvold. En dan zo spelen ze 13, 14 weken achter elkaar, van begin april tot half juli zo'n beetje. Worden ze wekelijks gespeeld en dat bevalt ons goed. We staan hier in een van de drie weduwnaarshokken. We hebben 9 schappen. We doen nog 1 schapje op de grond. Dat bevalt goed, daar zijn we vorig jaar mee begonnen. En zo hebben we 3 keer 10, 30 weduwnaars en 30 ook weduwduivinnen waar we het hele jaar mee spelen. We koppelen meestal tweede week januari. Rond 10 januari hebben we dit jaar ook gekoppeld. Dat doen we al jaren zo, dat bevalt ons goed. Ze zitten nu nog mooi op, de meeste zitten op eitjes. Of op jongen al, zelfs een aantal. En ja, dat bevalt ons goed. Wij doen de duivinnen doen we best wel vroeg al van de jonge duiven af. Zodat de doffer alleen overblijft voor het grootbrengen van de duiven. Op zich kan dat wel. Is wel tijdelijk even zwaar voor de doffer. Maar dat bevalt ons goed. Dan leggen ze niet weer een tweede ei. En ja, als ze een dag of 15 zijn, meestal 16, 17, dan gaat de duivin al naar het duivinnenhok. Dan gaat hij al weg van de jonkies. De winnaar van vorig jaar zit hier op de grond. Dat is het kooitje waar hij vorig jaar het hele seizoen heeft ingezeten. Ze was baas op de grond, op de hele vloeroppervlakte. En dat was haar motivatie om steeds maar weer vroeg thuis te komen. Ze dulde geen andere duiven op de grond. En dat ging perfect. Ze heeft 9 weken achter elkaar was ze het eerste van het hok. En heeft ze perfect gevlogen. En ja, daar hebben we dit jaar haar weer gekoppeld met dezelfde doffer. En hopelijk ja, wordt het dit jaar weer hetzelfde. Dit is Magic Curl. De beste Vitesse duif van Nederland. In de competitie Wie heeft ze beter, de best op de best. Hij vloog in 2018 dus, vorig jaar, 8 kopprijzen en 6 op de Vitesse, 2 op de Midvold. Het is voor een 75% Hermans duif met een vleugje Jan van der Pas zit er nog bij in. Hij is gekweekt uit 2 oude duiven van 2014 en 2015. De grootvaders hebben heel goed gevlogen. De grootvader was aan de ene kant is een keer afdelingskampioen geweest, afdeling 9. Nou, hij zit nu nog op het vlieghok, dus ja, het is even de vraag wat we er maar mee gaan doen. Ja, misschien gaat hij weer mee, dus daar hebben we nog even de tijd voor om over na te denken. Het is een gok als je hem weer speelt, dus, maar goed, dat zien we begin april of hij meegaat of niet.